Oké, hier ga je een beetje van schrikken. Want waar ik nu ben, ik ben in Las Vegas. En wel in een heel bijzonder hamburgerconcept. En dat heet de Heart Attack Grill. Ik kwam hier binnen en ik werd ineens als een patiënt behandeld. Dus ik heb dit om me gekregen. En de bedienend personeel, dat zijn zusters, die mij uit de droom gaan helpen. Want dit concept is in alle opzichten volstrekt fout. Fout, fout. En ik krijg zo het hoogtepunt van de menukaart, want die heb ik besteld. En dat is een quadruple double bypass hamburger van 8000 kilocalorieën. En dat ga ik laten zien. Wow, boys. Moet je eens kijken naar de frieten hier. Moet je eens kijken. Echt bruin en slap en zo vet. Nou, als je dan dit zou eten, dan maak je er reclame voor. Dat is 8000 kilocalorieën. Dit is onvoorstelbaar, hè? Dat ze dit voorzien. Ik moet dit opeten. Dan ben je een week, dus voor een week genoeg. Wauw. Nou, dit heeft dus niks meer met duurzaamheid te maken. Dit heeft ook niks met gezondheid te maken. Maar eigenlijk alles wat fout is, gewoon goed maken. En ik zit even te kijken hoe je dit moet eten trouwens. Want nu moet je eventjes verdikkie zeg. Dit valt ook niet. Ja, ik weet, ik zal. Jezus. Don't try this at home. And don't tell my children. Eet smakelijk. Maar ja, nu even serieus. Dit is natuurlijk een enorme verspilling. En het is werkelijk niet te eten. Die spek en die hamburgers, die zijn zo vet. Het is gewoon vies. Nou, ik zit hier niet om zeg maar dit concept aan de kaak te stellen of zoiets. Maar het is wel belangrijk dat je weet dat Food Inspiration wel voor een iets ander eten staat dan dit. Want dit is, dit is dus alles wat fout eten is eigenlijk. Dat wou ik je ook nog even meegeven.